Een grote aap stelt al het speelgoed, wat moeten we nou doen? Mario die gaat ze redden, hij geeft hem van cartoon. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Mario vs. Donkey Kong. Het is tijd om wereld 5 eens te bekijken. Een spooky wereld. Ik hou nooit van spooky werelden in Mario games. Nu moet ik wel zeggen, dit is wel niet zomaar een Mario game natuurlijk. Oh, ja, dit is kut. Als er maar niet heel veel boos komen of zo, want van boos ben ik niet zo fan. Oh, dus daar een cadeautje, dat was ook zo. Oh, dat is niet handig. Kijk, nu zitten ze allebei handig. Nog meer tromps? Ja, er is nog meer tromps. Oeh, een gek trompje ook, zie ik. Dit was niet handig voor mij. Hij maakte een backjump wat gewoon niet mijn intentie had. Nu deed hij het weer. Kut, doe ik het weer. Verdomme. Kijk. Als dit al het instaplevel was, dan wordt dit een bevalling, deze wereld. Maar in ieder geval nog geen boost, dus dan ben ik al blij. Laat me los. Okay.
Dit was een leuk level en makkelijk level ook. Zoals we in een van de eerdere afleveringen al hadden geconstateerd, even leuk equals makkelijk. En de Shy Guy blok. Oh, dat kan dus blijkbaar niet. Oh, oké, dan moet je daar opstappen. Got it. Got it. Oh, daar is het laatste cadeautje. Oké. Okay. Oh, dat is grappig. We rollen door dit level in, jongens en meisjes, dames en heren, koeken en aardappels. Oh nee, ik zie een boe. Roboboe. Mamma mia!
Ik vind die boer een vervelend ventje. Nee. Oh, waarom is die boer zo tanto kut? Zo. Ik had er al de hele tijd op gehint dat ik Boos haat en het heeft de haat gewoon weer aangewakkerd, kutbeesten. Die boer moet dan ook overal bij zijn, hè? Wat een bitch. Ah, dat zo. Mamma mia. Zo, hè. Klaar ermee, godverdomme. Wat een kutlevel was dat, zeg. Ik wil geen boers meer zien. Here we go. Even denken, hoe gaan we dit doen? Ha!
nice. Veel moeilijker gedaan dan het nodig was, maar dat maakt niet uit. We gaan hem halen. Zo, het is a niveau. Gaan we wel lekker deze aflevering, moet ik zeggen, qua progressie. We do be loving progressie. Laten we level 6 ook nog eventjes doen. Here we go. Hier gaan we. Kijk, nice. Dan moeten we aan die kant langs. Dan moeten we blauw unlocken. Oh, ik had blauw nog moeten unlocken, kut. Voor mij zin om geel te doen. Nee, ik kan het beste zo blijven, zoals het nu is. Oh, dat is niet waar. Kut. Die was game again, jong. Goed, nog een keer proberen. Woehoe.
Perfect. Easy peasy lemon squeezy. Kijk eens aan, hoppatee. Krijgen we nu toevallig nog een one-up level? Meestal krijgen we die wel één per wereld. En nu ook, kijk. Goed om te weten. Dan gaan we gewoon even one-up levelen. Dat vinden wij niet erg. Die levens gaan heel belangrijk zijn voor volgende aflevering. Want dan gaan wij namelijk de mini Mario's fixen voor de boss battle. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.